Minuten over 9:30. Ja, we hebben het al over hoofdpijn gehad en andere moeilijke dingen in het leven, potverdorie. Laten we ook eens even stilstaan bij de fijne dingen des levens. En met wie kunnen we dat beter dan met Bassie van Bassie en Adriaan? Ja, want die is binnenkort in het land, je gelooft het niet, voor een Sinterklaas-show. Bassie, een goeiemorgen. Hey, goeiemorgen België. Goeiemorgen. Ik ga gewoon aan de lijn met Bassie. Ja, dat is de enige echte. Ja, Bassie. Leuk. We bellen je even naar aanleiding van een mail die we kregen van Wijsneus Piet. En die wou samen met jou Maxime Diebaard eigenlijk. Die wou samen met jou een show in elkaar steken. De knotsgekke Sinterklaas-show. Ja. En daar heb je ja op gezegd. Hartstikke leuk. Vorig jaar hebben we het ook gedaan. Het was een enorm succes. Mm-hmm. Allebei de voorstellingen waren uitverkocht. Ja. En ik ben een echte traditionele man. Ik vind Sinterklaas en Zwarte Piet, dat zijn hoogtepunten uit het kindse leven. Ja. Verjaardagen en operaties en Sinterklaas. Ja. Ja, inderdaad, ja. Ja, want als je een klein kind hebt en die heeft bijvoorbeeld van de breukje geopereerd en hij is een jaar of zes, dan komt hij zijn litteken laten zien. Ja, ja dat is waar. Ja, absoluut. En Sinterklaas ook, als ze een cadeau krijgen. Ik bedoel, wij volwassenen hebben nog zelfs iedere keer als ik een Sinterklaas op toneel laat, denk ik bij mij, verdorie, wie zou er onder die baard zitten? Weet je wel, je bent toch altijd. Want uit kind zijnde ben je toch nog, heb je respect voor zo'n man. Ja, absoluut, ja. Net zoals jij eigenlijk nog altijd onder die rode neus zit, Bassie. Je bent 79 ondertussen. 2 jaar geleden had je gezegd het wat rustiger aan te doen. Maar af en toe kruip je toch nog eens in die huid van Bassie, hè? Nou, aanstaande zaterdag heb ik iets dat eigenlijk niet meer bij mijn leeftijd past. Want dan treed ik eerst op in de koerzaal van Oostende. Dan kunnen de kinderen vanaf Amerveen met mij op de foto. Ja. Een uur lang. Dan treed ik s'avonds op als Bontemolikastenist met Sterren aan Zee in de grote koerzaal van Oostende. Mm-hmm. En als ik dan klaar ben op de terugweg, rijd ik nog even langs Disco het Fontein, Fortuin in de meer. En dan draai ik nog een half uurtje disco. Wat een energie zeg. Dat is niet te geloven. Ja, ik denk, dit is eigenlijk niet meer voor een gepensioneerde man. Maar ik heb er nog altijd ontzettend veel lol in. Sebastian, want je hebt het toch helemaal gemaakt. Heb je dat nog nodig of is het dan echt puur voor plezier? Nee, ik heb dat natuurlijk niet nodig. Maar ik vind het leuk. Ik vind het leuk om mensen te entertainen. Als je nou nagaat, dat die hebben een heleboel mensen. Die gaan als ze gepensioneerd zijn, gaan ze golven. Hm. Dan gaan ze zo'n geruite broek gaan ze knikken om een groen veld. Ja. Nou, ik loop liever in een geruitje als hier op het toneel. Ik kan net zeggen, ja, die ruiters komen jou ook bekend voor natuurlijk. Kijk, we lopen allebei van gek. Hun in een geruite broek en ik mijn jasje. We krijgen nog geld voor ook. Ja, precies. Bassie, het leven van een clown, je kan ondertussen op de afgelopen 79 jaar terugblikken. Hè. Hoe is dat voor jou geweest? Ja, eigenlijk een jongensdroom. Ja? Ik was 7 jaar, toen deed ik al voorstellingen voor mijn vriendjes. Mijn moeder had een poppenkast gemaakt van allemaal oude gordijnen. Maar ze moesten wel een cent betalen. Ja. Mm. En dat was in de oorlog. En eigenlijk wel, ik had niet zulke mooie poppen. Mijn moeder had ze gemaakt van lappenstop en zo. Mm-hmm. En toen bleven Adriaan en ik met mijn moeder zitten na de oorlog. Want mijn vader die is opgepikt door de Duitsers. Ja. En 6 weken later was hij dood. Dus wij zijn in armoede opgegroeid. Mm-hmm. Geld voor naar school te gaan was er voor mij niet. En Adriaan was toen de tijd, was hij een jaar of 3 in 1945, maar ik was al 10 jaar. Ja. Nou, dan moest je gaan werken en als je 14 jaar bent en dan doe je al de meest rottige baantjes. Je begint met fietsen inpakken in soorten met wc-papier. En dan gaat er in zo'n kop van een jongen van 14 jaar gaat er rond. Nou, als ik dat heel mijn leven moet doen, dan kan ik beter op zoek naar een stukje touw. Ja, ja. En zo worden, dus dan krijg je dan kijk, je hebt geen opleiding. Je schoolopleiding is ook niet voldoende. Want ik heb maar 4 klassen lagere school. Ik ben eigenlijk niet alleen een domme clown, maar ook nog een domme bassotoor. Ja, dat zal wel niet zijn. Je bent volledig zelfmeet. Op de UDL, zogezegd, de Universiteit des Levens, hebben we ook de UDL, ja. Ja. Nou, daar niet van. En dan krijg je die vechtlust. Dat je wil er bovenuit gaan werken. Je wil je eigen omhoog werken. Hmm. Mijn spreuk is altijd geweest, never back. Ja. Never back? Nooit een stap terug. Ja, oké. Okay, ja. Altijd vooruit natuurlijk. Ja.
Doe je... En daarom heb ik die vechtlust heb ik nog. Maar ik heb natuurlijk wel een tak van een beroep gekozen. Hm. Wat ontzettend leuk is. Want wat is er nou niet leuker als... Ja, ik bedoel, ik was verleden week vrijdag. Toen was ik op een concert van André Lieu. En zijn zoon Pierre die had me uitgenodigd. En wij zaten naderhand backstage, zaten we achter. En al die leden die zo prachtig met mijn mannen 60 die mooie muziek gemaakt hadden. Die hingen aan mijn lippen naderhand. En die hadden nog zo'n... Ja, zo'n warme sympathie voor mij, weet je dat? Mm-hmm. God, we hebben vroeger naar je zitten kijken en dan kom jij naar ons kijken. Ja. Je krijgt nou toch echt die waardering dat als een warme deken over je heen komt. Je wil niet weten hoe blij ik ben jou aan de lijn te hebben. Ja. Want ik heb ook veel gekeken natuurlijk. De wijsneus Piet, die kwam als fan, zei we. 20 jaar geleden met zijn vader kwam hij naar de voorstelling. Ah, is dat echt? Ja, dat is echt. En op een gegeven moment mocht hij een keertje overkomen met zijn vader. Dat is een hele sympathieke jongen en die ouders ook. We zijn heel goed bevriend geraakt met de hele familie. Ik ben vrij regelmatig ben ik bij hun. En hij komt naar mij over. Ik heb hem heel veel dingen die ik niet meer gebruik in mijn show. Die krijg hij, omdat ik weet dat hij doet er wat goeds mee. Ja. En hij heeft dezelfde instelling eigenlijk als ik. Het geld komt pas op de tweede plaats. Mm-hmm. Het spelen, het doen, dat komt nummer één. Ja. Mensen gelukkig maken, Bassie, dat is denk ik... Ja. Ik ga nou binnenkort wat doen. Dat zal de landelijke pers wel aan, dus daar kan ik nog niets over zeggen. Maar dat komt gewoon uit mijn hart. Ja, ik hoor je lachen, maar dadelijk gaan we met z'n allen lachen. Jullie in België ook. Oké, ik ben erg benieuwd. Ja. Dan kan je zeker zijn, want ik weet zeker, iedereen huilt voor het lachen. Ja. Na afloop. Oké, op 13 november, Bassie, op 13 november. De Knotsgekke Sinterklaasshow met Sint, Wijsneuspiet en Bassie. En je kan kaarten bestellen via wijsneuspiet.be. Ja, er zijn op de dag zelf zijn er nog een paar kaartjes bereikbaar aan de zaal. Okay. Maar ik zou er niet op hopen, want vorig jaar waren we ook al 2 weken van tevoren uitverkocht. En het loopt nu ook storm, dus stuur maar vast 7 tickets, dan kom ik ook eens kijken. Ja, oké. Okay. Tanja, op de eerste rij. Om half 2... Het is wel voor de kinderen, maar het is niet kinderachtig. Nee, oké. Okay. Voor elk wat wil. Om 2:30 en 4:30 in Oosterzeelen op zondag 30 november. Ja, Bassie, heel erg bedankt dat u je even aan de lijn konden krijgen. Veel succes daarmee, hè? Ja. Heel veel succes. Het gaat wel goed. Hè? We gaan nog even luisteren naar het liedje ook van Bassie en Adriaan. Bassie en Adriaan. Dat konden we niet dateren natuurlijk. Bassie, dankjewel en tot de volgende. Dag. Doei.